Hallo vriendjes en vriendinnetjes, hoe is het daar? Hier gaat het wel oké. Maar eerst even wat administratie. Voor de vrouwen die een vraag hebben, die ze graag willen stellen aan een echte man, mail me eventjes naar lievejanroos@gmail.com. Lievejanroos@gmail.com. Dus als je vragen hebt dat je er even niet meer uitkomt, nou, dan help ik jou even verder. Want ik wil meer gemogen worden, snap je? Ik ben een beetje bezig met mijn credibilities, zoals dat heet. En dan ga ik nog eens even wat vertellen. Er komt een nieuwe rubriek op dit kanaal. En dat heet Review, Review, Review. Dan review ik de reviews op de review. Snap even hoe? Maar goed, dat was eventjes de administratie. Eens even kijken wat ons Achmetje nou weer heeft opgestuurd. Een zakje. Is dit? Wat is dit, joh? Er zitten een soort haartjes op. Oh, hier zit iets. Een knopje, denk ik. Het trilt. En je kan hem zachter zetten. Je kan hem harder zetten. Even één ding. Dit is niet voor op iemands pikken pakken porretje, als je begrijpt wat ik bedoel. Je kan me heel veel vertellen, maar dit is niet volwassen speelgoed, zeg maar. Maar wat is het in vredesnaam wel? Ja, precies. Ja, ja. Ja, nee, inderdaad. Oh ja, ja. Nee hoor, nee, ik snap hem. Doen we dat toch? Wacht even. Hier heb je een klein stukje Engels toch gebruikt. De Silicon Electric Facial Cleaner. Het is een gezichtsreiniger. Het slaat toch helemaal nergens op. Hoezo wordt je gezicht hier schoon van? Het enige wat je krijgt is spierpijn. Nu wil ik best wel ver meegaan in Chinese rotzooi. En dan kan ik ook nog wel ergens het nut ervan vinden. Maar dit ding, dit slaat helemaal nergens op. Het trilt heel hard. En dan kan je dan tegen je gezicht houden en dan wordt je gezicht schoon. En je kan hem opladen als hij leeg is. Hartstikke leuk. Maar wat moet je ermee? Volgens mij wordt je gezicht hier helemaal niet schoon van. Deze roze Chinese siliconen gezichtsschoonmaker is een wanproduct. Had niet gemaakt hoeven worden. En daarom krijgt het van mij een 2. Maar alleen maar omdat hij het wel doet als je hem aanzet. Dat is dan wel weer leuk. Het doet een dansje.